Welkom bij een nieuwe aflevering van Goudkorts, een initiatief van Gold Republic. Mijn naam is Bart Brans, ik ben edelmetaal specialist bij Gold Republic. Deze week gaan we het hebben over allereerst de podcastopname en Goudkorts gasten. Um, die hebben we namelijk opgenomen met Sander Boon. Sander Boon, politicoloog, um, mede van GeoTrendlines, auteur. Sander Boon... Houdt zich al twintig jaar bezig met het monetair systeem. En wat vind ik nou zo ontzettend gaaf om met hem te hebben besproken? En we zullen deze week ook uh, de uitzending van Goudkorts Gasten gaan publiceren. Dat is het onderwerp van macht. Macht achter het monetair systeem. En het mooie voorbeeld vind ik. Ik heb het vorige week al even in, uh, in Goudkorts de revue laten passeren. Er zijn mensen die ontzettend. Profiteren van ons huidig monetair systeem. Die honderden miljarden bij elkaar hebben weten te vergaren. En anders dan um, u en ik, hebben zij naast die generationele welvaart hebben opgebouwd ook ontzettend de behoefte blijkbaar om zich met u en mij te bemoeien. Met ons leven. Nou, dat onderwerp van macht achter het monetair systeem. En dus eigenlijk ook ja, die, die behoefte om. om de wereld te scheppen of te veranderen naar een, een bepaald beeld dat zij hebben. Uh, ja, zie maar naar bijvoorbeeld hè, de, de Great uh, Reset-initiatief. Um, voorgegaan en eigenlijk door Klaus Zwaad natuurlijk. Um, maar maar ja, gesteund door heel veel van die ultra-rijke uh, personen. Dat vind ik een. Interessant onderwerp. Ik heb het dus besproken met Sander, dus kijk daar gerust naar. Dr. Michael Burry, uh, gespeeld door Christian Bale in The Great Reset. Ja. Daar gaan we het nu over hebben. Want nou ja, Michael Burry was natuurlijk um, niet alleen maar um, gespeeld door uh, Christian Bale in The Great Reset, een van de aanjagers van. Um, uh, de, uh, het huizen, de huizencrisis in de Verenigde Staten. Hij was ook een van de personen die GameStop um, zag als kans om te shorten. En hij heeft onlangs een ontzettend interessante draadje op Twitter gedeeld waar hij waarschuwt voor hyperinflatie. Nou, ik ga nog een aflevering wijden aan MMT, Modern Monetary Theory. We leven inmiddels in een wereld waar MMT de facto de gebruikte, uh, het gebruikte beleid is. Namelijk bijdrukken en dan met, eventueel met hoge belastingen kijken of je inflatie kan voorkomen. Nou, wat zeg ik altijd over modern monetary theory? Eén, het is niet modern. Twee, het is geen theorie, want het is honderden keren geprobeerd. En het is altijd geëindigd in absolute ellende. Maar goed, um, Dr. Michael Burry. Toch wel een persoon die niet alleen ja, die niet zomaar wat zegt, maar ook altijd heel goed en gedegen zijn onderzoek heeft gedaan, waarschuwt dus voor hyperinflatie. Ik denk leuk om, uh, om hier even te benoemen. Ik ga het ook even hebben over de daling van edelmetaalkoersen. Ja, we zien nu toch weer eigenlijk een correctie in die, uh, de, de koers van goud. In ieder geval zilver lijkt toch wel redelijk stand te houden, maar goud trekt iets terug. Ja, wat, de vraag is dan natuurlijk altijd ook van accounthouders bij Gold Public. Part wat is er aan de hand? Hoe kan het nu dat die koersen van Edelmetaal dalen? Ja. Nou, wat ik dan altijd aangeef is... Allereerst, als je Edelmetaal koopt... dan koop je bij Gold Public altijd fysiek metaal. het is 100% fysiek, ligt het in die kluis... en het is juridisch eigendom van onze accounthouders. Zolang jij dat metaal aanhoudt... is het van jou en... Kan reflecteert de koers op dat moment nou, wat je daar in euro's voor kan krijgen? Nou, jullie weten inmiddels wat ik van de euro vind. En zolang je dat niet doet, je dat niet doet ligt dat daar. En in tijden van hele heftige uh, economische onzekerheid zie je vaak dat goud doet wat het al 5000 jaar doet. Toch zien we nu een, een correctie in die koersen. En waar kunnen we dat dan op die echt korte termijn, waar kunnen we dat dan aan relateren? Nou, dat kunnen we op dit moment, in ieder geval lijkt het te relateren aan de stijging van de 30-jaars-obligaties in de Verenigde Staten. Die zijn ietsje gestegen. Waarom zijn die gestegen, is dan natuurlijk de vraag. Ja, ik zou bijna willen zeggen, om niets, um, de centrale bank, de FED, heeft gezegd, we denken niet eens aan het denken over denken van het laten stijgen van de rente. De begrotingstekorten in de Verenigde Staten zijn biljoenen dollars. En er is ook geen zicht op het eventueel ja, beperken van die begrotingstekort. Um, er worden ontzettend veel dollars bijgedrukt. En die 30-jaars staatsobligatie die heeft een rente van op dit moment ietsje meer, ik geloof, dan 2%. Met andere woorden. Normale inflatie, ja, dan, dan ben je 30 jaar lang, hou je een obligatie aan en dan, dan krijg je daar 2% rente op. Ja, ik, ik begrijp het ook niet hoor, maar ik bedoel, het is meer dan, dan, dan nul. Maar de, de Pavlov-reactie is: als de rente ietsje stijgt, dan verkoop je edelmetaal en dan, uh, ja, dan is het blijkbaar weer feest en dan, uh, dan gaan we naar iets anders toe. Dat is echt hele korte termijn. Echt hele korte termijn. Uh, toch vond ik het belangrijk om het hier even te, te benoemen. Want ja, de vraag is er natuurlijk van mensen die zeggen: van oké, okay, uh, uh, waarom gebeurt dat? Ja, we exact weten waarom het gebeurt, dat weten we dus niet. Wat ik wel weet is dat ik onlangs even een ontzettend leuke video heb gezien van Robert Keens. Uh, Robert Keens uh, die geeft namelijk aan op een hele technische manier. Ik zal kijken of we even een kort fragmentje kunnen laten zien. Op een technische manier. Toont hij met de cijfers wat er aan de hand is met de COMEX en de LBMA? Nou, waar kennen we de COMEX en de LBMA van? Als twee centra, één in de Verenigde Staten en de ander in, in Londen, um, uh, waar de prijs van zilver wordt gevormd. En we kennen ze beide ook als plekken waar zilver ligt om ETF's te dekken. Nou, die ETF's, Exchange Traded Funds, dus papieren producten. Daar lijkt iets mee aan de hand te zijn. Het lijkt namelijk alsof de outflow, dus de, 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 het zilver dat die, die kluizen verlaat, erg aan het toenemen is. En dat betekent nou, dat in die strijd om zilver, ik had het er vorige week natuurlijk al even over, en ik heb toen ook, ik heb al een paar weken, geef ik in ieder geval aan, als je investeert in zilver, doe dat niet omdat je denkt dat het keer 10 gaat als een cryptocurrency. En de crypto's die gaan ook straks even de revue passeren, overigens. Doe dat op basis van een fundamentele analyse. Ik heb persoonlijk mijn eerste kilootje zilver in 2009, 2010, 2011 gekocht. En voor sommige van die kilo's 1000 euro betaald. En op die kilo's sta ik dus nog steeds in de min. Ik heb die kilo's niet gekocht omdat ik dacht. Het gaat naar 10.000 euro per kilo en dan ga ik ervan met pensioen hoef ik nooit meer te werken. Dat is ook niet de functie van fysiek metaal. Als het die functie wel krijgt, dan verliest het zijn functie als veilige haven. Dus je zou bijna kunnen zeggen, het is maar goed dat het niet zomaar of onder druk van een paar miljoen investeerders een paar keer over de kop kan gaan. Betekent dat overigens dat er geen nou, onregelmatigheden plaatsvinden? Nou, zoals jullie weten, ik ben nou, ja, toch wel vrij kritisch over bijvoorbeeld een bank als JP Morgan. En er is ook gewoon aangetoond dat sommige van die shorts niet bestaan. En dat er naked shorts zijn uitgegeven, dat veel van het zilver dat de wereld omgaat als papier, dat dat niet gedekt wordt door een fysiek stuk metaal. En dat kan mogelijk kansen bieden. Maar ja, ik vind het altijd belangrijk om te noemen, let daarbij, let daar gewoon op. Want ja, je weet niet wat er gebeurt. Ik vind het wel interessant dat die strijd doorgaat. Dat die strijd, en dat is ook niet zomaar een strijd van een paar dagen of een paar weken. Dat wordt echt een, een gruwelijke en een lange en een heftige strijd. Um, ja, goed, ik hou jullie daar natuurlijk over op de hoogte. En ik vond dit leuk om even te noemen, omdat ja, die cijfers zijn uiteindelijk ontzettend belangrijk. En Robert Keens, die toont de cijfers. Goed, de crypto's zijn ook even aan de beurt. Want wat de correctie in de cryptocurrency market eh, ons laat zien, is nou één, die correctie is, lijkt inmiddels gestut. En er is nog ontzettend veel enthousiasme in de markt. En ook ik. Ik ben persoonlijk nog heel erg enthousiast over de markt. Als je ziet hoeveel mensen eigenlijk het verlies of het vertrouwen in valuta verliezen. In traditionele aandelen verliezen. Uh, bijvoorbeeld door zo'n GameStop en Robinhood situatie denken. Oké, okay, daar ga ik niet meer. Uh, en daar, daar, het spel is tegen mij. Um, er wordt vals gespeeld en ik kan niet winnen. Nou. Dan denk ik dat cryptocurrencies en de technologie natuurlijk ook um, mogelijkheden biedt om nou, een aantal van die rollen over te nemen in het financiële systeem. Nu zien we wel hele heftige correcties. En nou, één, dat toont nog aan dat we nog steeds in een uh, vrij ja, volatiele, ook jonge sector zitten, waar dit soort dingen mogelijk zijn. He, waar, waar het mogelijk is als je het goede project uitzoekt... dat je investering van... Nou, laten we zeggen duizend euro verandert... in 1 miljoen of in 100.000 euro. En dat is natuurlijk... in die, die meer volwassen markt... is dat nog steeds... Nou, dat, dat gebeurt bijna niet meer. Um, en dat is... in de cryptomarkt is dat wel mogelijk. Het laat ook zien... hebben we de afgelopen dagen gemerkt... dat het ontzettend hard... naar beneden kan gaan en dat... Je dan heel stevig in je schoenen moet staan, wil je niet ja, capituleren en, uh, en, en je, je boel maar met mogelijk een groot verlies verkopen, omdat je hoog bent ingestapt en laag uitstapt. Wat natuurlijk de uh, first rule of investing: don't lose money. <laughs> en dat, dat, ja, ik denk dat er toch een hoop mensen zijn geweest die de afgelopen dagen, waar, waar het de afgelopen dagen wellicht de hete onder de voet is geworden, en die dan mogelijk zelfs met geleend geld. Uh, ja, een, een, een investering doen die uh, ja, waar, waar je dan nu uh, door op de blaren moet zitten. Goed, laatste puntje. Frequently asked question. Een uh, veelgestelde vraag: wanneer kunnen we met bitcoin betalen bij Culture Public? Nou, ik kan zeggen, we zijn ermee bezig. Um, maar we staan onder toezicht: we willen alles netjes organiseren. Dat betekent dus ook dat we daarvoor allerlei aanvragen moeten indienen. Dus het is niet zomaar gebeurd. Ik zeg wel, we zien wel de vraag. We willen ook in de geest van het veiligstellen van vermogen buiten het financiële systeem, zoals wij dat doen met Edometaal, zouden we ook graag het mogelijk willen maken om iets met cryptocurrency te gaan doen. Maar ik weet niet wat de tijdlijn zal zijn. Ik kan wel zeggen, het is inmiddels wel bij ons ook een prioriteit geworden. Maar ja, ik moet jullie nog wel even in spanning houden wanneer dat zal gebeuren. Dus voorlopig zijn we in de onderzoekende, verkennende fase. En eh, als er wat te melden is, dan laat ik het uiteraard weten. Nou, mocht jullie dit nou een leuke uitzending hebben gevonden, like hem dan even. We gaan richting de 3000 subscribers. Ik ben er ontzettend blij mee, echt ook heel trots op. Dus oké, okay, nogmaals, heel veel dank uh, uh, als je geabonneerd bent uh, voor het zijn van een abonnee. Ben je nog niet geabonneerd, dan zou ik het prachtig vinden als je wel even op die abonneerknop klikt. Heb je vragen hieronder in de comment section? Ik probeer zelf altijd even een reactie te geven. En dan zien we elkaar bij een volgende aflevering van Goudkorts.